En dan word je dus gestrest in het hier en nu. En ik denk dat dat heel veel gebeurt bij mensen. Ja. Dat we stressen over iets wat niet relevant is, wat niet nu is. Want nu is er niks aan de hand. En waar je nu op dit moment misschien niet meteen iets aan kan nee. doen. Nee, dus het is altijd, je stresst altijd over gedachten over de toekomst of in het verleden. Ik wil echt verandering brengen. Ik merk dat dat mijn levensmissie is. Ik ben echt een grote denker. Ik denk altijd groot. Maar ik ga niet denken, hoe kom ik daar? Ja. Snap je? Ik ga niet denken, oké, okay, uh, wat moet ik er allemaal voor doen? Ik heb gewoon dat puntje in de horizon. Dat is mijn einddoel. Maar nu gaan we eventjes naar de tussendoelen. En dan iedere keer maak je daar een stappenplan voor. In mijn boek gaat het over waarom doe jij wat je doet. En ja. het stelt jou vragen dat je daar dus bewust van wordt. Dus we gaan echt interactief, ga ik je meenemen. Ja, dat als je naar buiten loopt, ik ga er natuurlijk niet te veel over vertellen. Maar als je naar buiten loopt, dat je wel echt denkt, wow. Yeah. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are in the same world that takes and gives. Where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en dit is vaak een moment waarbij mensen dan allerlei nieuwe voornemens hebben. Ik zit hier vandaag met Faya Laurens. Welkom. Dankjewel. We gaan hier vandaag praten over hoe je nou die killer mindset kunt creëren voor alle doelen die je dan voor dit jaar, voor deze periode in gedachten hebt. En mocht je dit nou later bekijken dan januari, wanneer ik hem geplaatst heb, dan is het waarschijnlijk gewoon nog steeds relevanter. Deze tips en de ervaringen die je gaat delen, die zijn tijdloos. Ja. Ja. Voordat ik verder ga, uh, mocht u nog niet geabonneerd zijn, doe dat even rechts onderin het schermpje. Uh, abonneer of subscribe, zodat je weer een melding krijgt de volgende keer dat ik een nieuwe video online zet. Faya, mm -hmm. wij kennen jou natuurlijk allemaal van, van Killer Body. <laughs> uh, die heb je nog steeds. <laughs> Dank je wel. Ja. En nu ja. heb je ook een nieuw boek. Gefeliciteerd, Dank je wel. Killer Mindset. Ja. Wat was jouw inspiratie? Wat dacht je? Waar, waarom moest dit er komen? Nou, omdat ik um, zag hoeveel mensen struggelen, zeg maar, in hun leven, best wel veel. En altijd teruggaan in hun oude patroon. Mm -hmm. Dus we, we willen allemaal verandering, maar we weten niet zo goed hoe ja. we daar komen, zeg maar. En um, dat het, het viel me gewoon heel erg op dat, met name door het succes van mijn boek natuurlijk, 300.000 mensen hebben dat gekocht, nou. Hoeveel zouden daar daadwerkelijk mee zijn begonnen? Ik denk een heel klein gedeelte. En als je dat kleine gedeelte dan in groepen zou uh, verdelen, dan is er een groep die begint en het niet afmaakt. Een groep die begint en daarna weer helemaal terugvalt. En een hele kleine groep die misschien zijn leven echt verandert. Ja, die echt doorzet. Ja, en die er echt een, le een levensstijl van maakt, een gezonde levensstijl. Maar dat is echt een piepklein groepje. De grootste gedeelte van de mensen begint niet. Of dat kan je natuurlijk nu in een dieet kijken, maar dat heeft ook te maken met je doelen behalen überhaupt. Weet je, beginnen mensen vaak niet omdat ze of perfectionistisch zijn en denken ja het is nooit goed genoeg, het goede moment en gaan het helemaal overdenken of ze zien allerlei beren op de weg, andere beren op de weg. Ja. Um, en heel veel mensen vallen eigenlijk gewoon altijd terug in oude patronen. En ik, ik dacht, ja, ik had heel rijk kunnen worden door ieder jaar een dieetboek uit de kast te pakken. Want dan speel je eigenlijk op die groep in, hè. Die ieder jaar opnieuw dat boek weer uit die kast ja. pakt Maar ik wil echt verandering brengen. Ik merk dat dat mijn levensmissie is. Dus toen dacht ik, ja, ik ben gewoon met heel veel mensen in gesprek gaan de afgelopen jaren. En heel veel met mezelf. Dus ik ben ook gaan kijken van waarom val ik nou terug in de oude patronen? Wat zit daaronder? Welke emoties zitten eronder? Wat mag er niet zijn? Waar, waarom ben ik streng voor mezelf? En ik ontdekte gewoon dat dat heel veel mensen dat zijn. Heel streng voor zichzelf. Zichzelf continu naar beneden halen. En ik heb de afgelopen jaren veel gedaan. Inner Child Healing Coaching opleidingen, NLP. Inmiddels ben ik ook coach met paarden. En toen ontdekte ik gewoon... Ja, hoe, hoe de mens werkt. Natuurlijk niet alles. En toen dacht ik, ja als ik nou de tools kan maken... Dat, Mensen met mijn Killer Mindset boek daarnaast hun droomlichaam kunnen behalen. Maar of een droomcarrière of een droomman, Nou, daar ben ik dan niet heel goed in. Maar als ze dat nou met dat Killer Mindset boek hand in hand kunnen doen. En er dan echt een levensstijl van maken. Dan heb ik ja één en 1 is drie, zeg ik dan. Dus dat wilde ik, want ik wilde gewoon mensen echt helpen. En niet ze in een dieetschissel houden. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen gezond en liefdevol voor hunzelf zijn. Dus vandaar dat ik het boek heb geschreven. En dat zijn echt twaalf stappen waarvan het eerste gedeelte echt bewustwording is. Dus waarom doe je wat je doet? Wat zit daaronder? We gaan echt wel even terug naar de ta in de tijd, naar je kindertijd. En, uh... Dus je begint echt bij de basis. Ja. Echt in de kern. Ja. En daarnaast is er een heel groot gedeelte van transformatie, hè? Dus ook gewoon een strak online plan maken, je eraan houden. Hoe creëer je meer daadkracht? Nou, dat is één ding. Als je ergens aan begint, het afmaken. Dat... Ja, want laten we daar. Want je, je, je ging er zo snel overheen. Je zegt van heel veel mensen kopen wel het boek. Um, dus, dus die hebben dan de intentie om wel die killer body. Uh... Ja, maar dan komt dat stemmetje. Ja, dat stemmetje. Dat is die saboteur. Ja, dat is die saboteur. En dat stemmetje zegt. Dat lukt je toch niet? Dat is je vorige keer ook niet ja. gelukt. Dus, uh, of dat stemmetje zegt. Um, als je goed bezig bent, schat, je bent al drie kilo afgehalen, Je kan nu wel even die chocolade mee ja. eten. Nou, je hebt al vier dagen niet gedronken. Nu kan je dat wijntje wel nemen, zeg maar. ja. En die stem, ja, daar hebben ze in heel veel culturen heel veel verschillende uh, benamingen voor. Volgens mij noemen de uh, Joden het zelf Satan. Uh, nou, ik heb inmiddels geleerd met voice dialogue dat al die stemmen, al die persoonlijkheden bij jou horen. Ja. En die hebben eigenlijk... Al... Zelfs Satan. Ja, ja. ja, die horen allemaal bij jou. En uh, hoe harder je een stem wegdrukt, hoe meer die na, na, naar voren komt. Zeg maar. Dat is een boemerang. Zeg maar. ja. Dus alles en iedereen hoort erbij. En als je kan kijken naar wat de intentie is van die stem... en die kan uitvragen, zoals jij nu hier zit, zoals ik nu met jou praat... dit is mijn bewuste ego, Ik kan goed reflecteren. Uh, maar met deze, dit bewuste ego kan vragen van... maar wat is dan de bedoeling als ik nu die chocoladereep eet? Want waarom, waarom wil je nu dat ik die chocoladereep eet... Nou, dan zegt een stemmetje, ja, dat is lekker en ik gun jou dat, dat, dat ja. jij ervan geniet. Ja, maar... Ik gun jou het genot. Ja, maar dan kan je zeggen, ja, oké, okay, maar hoe lang duurt dat genot dan? Nou, vijf minuten. Ja, en dan? Hoe voel je je dan? Ja, ik voel me dan lekker, maar oké, okay, dan hebben we nog een stemmetje en die voelt zich niet lekker. En dat is het onzekere stemmetje. En, dat, en heel vaak denken we dat het allemaal één stem is. Dus we denken heel vaak van, er is één goede en één slechte. Maar er zijn ja. er heel veel. Je hebt de onzekere, je, je hebt de autonome... Uh, je hebt de pleaser. Je hebt allemaal. En als je gaat ontdekken wat voor rol die allemaal hebben, door ze gewoon uit te vragen, dan, ja, dan ga je jezelf zeg maar, beter leren kennen. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal een doel. En dat is dat jij je goed voelt. Alleen de ene heeft een korte termijn doel. Van je voelt je nu goed vijf minuten met een chocolade in je ja. mond. En die andere zegt, zet nou gewoon even door. Want op de lange termijn voel je je dan beter. Juist. En, en als je da je daaraan houdt, en ik zeg, maak je doel nooit te hoog, want dan. Is dus de kans dat je faalt natuurlijk groot? En dan word je weer onzeker. Dan zeg je, zie je wel. Dan komt die stem: zie je, ik heb toch gezegd dat je dit niet lukt? Het ja. gaat je nooit lukken. En stel je voor dat je bijvoorbeeld 30 kilo wilt afvallen. en je gaat zeggen: ik wil 30 kilo afvallen. Nou, dat is heel ver van je bedshow. Dus als je beter zegt: dan nou, ik wil een kilo afvallen. en dan lukt het je. en dan word je zelfverzekerd. Dan, denk je, nou, ja, dan krijg je eerste, die motivatie. Ja, de eerste kilo is gelukt. Maar als jij 1 kilo bent afgevallen. en je moet er nog 29, ja, dan, dan wordt het een heel zwaar verhaal. Dus ik zeg ook altijd: leg die lat gewoon niet zo hoog. En beloon jezelf, en niet weer met allemaal eten, maar gewoon met lief zijn voor jezelf. Ja, dus mocht je nu doelen geformuleerd hebben en je merkt van, oh, dat zijn wel hele grote doelen. Of, maak tussendoelen. Ja, maak het gewoon net ietsjes kleiner. Ja, en dan krijg je meer zelf. ja, dan word je zelfverzekerder van. Maak ze gewoon kleine stappen op weg naar dat doel. Dus ik ben nou echt, ik ben echt een grote denker. Ik denk altijd groot, maar ik ga niet denken, hoe kom ik daar? Ja. Snap je? Ik ga niet denken, oké, okay, uh, wat moet ik er allemaal voor doen? Ik heb gewoon dat puntje in de horizon. Dat is mijn einddoel. Maar nu gaan we eventjes naar de tussendoelen. En dan iedere keer maak je daar een stappenplan voor. En ondertussen visualiseer je nog wel dat doel en hoe dat voelt als dat er is. Weet je wel zo. Voorbeeld nu, ik wil heel graag naar Spanje verhuizen. Nou, dan wil ik dan een hele mooie kleine boerderij met wel heel veel land. En dan wil ik daar vier huisjes op bouwen uh, waar ik retreats kan geven. Dat doe ik nu ook thuis in Nederland. Maar dat zou ik dan daar willen doen met paardencoaching en alles. Ik kan nu helemaal stressen daarover, als ik zou mm. willen. Want dan denk ik, mijn huis is nog niet verkocht. Het staat al drie maanden te koop. Uh, wat moet ik doen? Terwijl het is heel normaal dat een huis drie maanden te koop staat, wat zo groot is, snap je? Maar je kan jezelf dus helemaal gek. Ik kan ervoor kiezen om mezelf gek te maken. Nou, dan vind ik straks niet meer grond. Waar moet ik gaan zoeken? Oh, nou, dan moet ik allemaal gaan bouwen met een Spaanse aannemer. Nou, die kan geen Spaans, ja, dan word je natuurlijk echt ja. super gek. Dus dat doe ik allemaal niet. Ik, ik zie alleen maar, dan zit ik liggen in de sauna gisteren en dan denk ik. Oh, en, dan, en zo ziet het eruit, en zo. En dan voel ik me helemaal lekker. En daar creëer ik het mee. En opeens is het er gewoon. Ja. Dus je visualiseert grote doelen, ja. grote dromen, en maar je stapjes. werkt aan kleine ja. doelen. Ja. Ja. ja, dus ik visualiseer die grote, maar dan ga ik niet al helemaal mijn hoofd zo gek maken. Want dan begin je niet meer. Dan ga je er niet meer aan beginnen, niet eens. Want waar moet je beginnen dan? Het universum zorgt er echt wel voor dat dat doel er komt. Ja. Als je dus gaat voelen dat het er al is. En dat ging dus in de sauna. En toen zag ik het helemaal voor me gewoon. En toen dacht ik, oké, okay, wie kan me hierbij helpen met mijn retreat en zo. En dat ik het ook leuk vind. En ik denk dan, oh, mijn dochter die is heel handig. En als zij dan naar Spanje komt. In die week, dat ik dat retreat heb met mijn kleinkind, mm. <laughs> heb ik twee. Ja, jij hebt twee geklapt. kom ik ook nog een beetje naar Nederland, dus ik bel daar vandaag op. Hier, lijkt het je niet heel leuk om die organisatie van die retreats te doen? Ja, vindt ze eigenlijk wel leuk. Dus dacht ik, nou, dan, dan kan ze gewoon voor mij komen werken, snap je? Dan ja. kan ze heel vaak naar Spanje. Nice. Dus, dus zo komt het dan uh, tot stand, wel dan met dromen. Ja, en ondertussen denk ik fijn, maar geniet ook gewoon nog van je huis. Want je hebt een prachtig huis. Dus ga niet met weerstand dat ja. het nog niet te koop is. Je kan toch ook hier genieten. Maar als ik nu naar Spanje wil, dan heb ik opeens weerstand dat mijn huis nog niet verko verkocht is. En dan word je dus gestrest in het hier en nu. En ik denk dat dat heel veel gebeurt bij mensen. Ja. Dat we stressen over iets wat niet relevant is, wat niet nu is. Want nu is er niks aan de hand. En waar je nu op dit moment misschien niet meteen iets aan kan nee. doen. Nee. Dus het is altijd, je stresst altijd over gedachten over de toekomst of in het verleden. Ja. En in het hier en nu ja, is er niks om over te stressen. Dus hou ermee op. Ja, dus als je merkt dat je stress, moet je dat eigenlijk realiseren. Van, oh ja, ik ben bezig met de toekomst. Of ik ja. zit weer vast in het verleden. Even terug naar Wat is hier ik nu? nu? Sta, nou, ik zit hier ik nu lekker ben. een theetje te drinken. Ja, ja. heerlijk. Nice. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk, um, die, die doelen die kan je beter opnemen. Nou, zo klein mogelijk formuleren, dat het gewoon wat makkelijker te bereiken is. Ja, en dat je je er dan ook dan aan houdt. Want zeg maar, op zo'n groot doel heb je ook, ja, maar dat is zo, zo moeilijk en zo ver, dan laat maar zitten. Weet je? En dan, heb je dus, dan krijg je weer minder zelfvertrouwen, want je, je stelt jezelf teleur. Terwijl als je denkt, oké, okay, dit is dat puntje in de horizon. Nou, laten we even kijken, bijvoorbeeld met afvallen, dat is makkelijk eventjes uit te leggen. Dan heb je dus 30 kilo, oké, okay, dat is heel ver. Nou, dan gaan we dus een halve kilo per week doen. Nou, dan ga je een stappenplan maken. Wat moet ik daarvoor doen? Nou, wij geven nu toevallig online gratis uh, voedingsplannen uit op kilobodyfood.com. Dus dan krijg je helemaal, op basis van al mijn dieetplannen, uh, krijg je gewoon als je je doelen invult, nou, dan heb je je plan voor een week. Dan hou je aan een week, dan is het gelukt. Dan denk je, nou, wauw, zie je wel. Ja. En mensen denken dan een halve kilo, dat is niks. Maar dat is heel veel. Als je dat doorzet, is dat heel veel. Als je dat inderdaad berekent op een langere ja. termijn, dan, 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 dan is dat... Dan heb jij inderdaad... gewoon in een half jaar je doel behaald. Ja. Snap je? Maar, dan zeg je van oké, okay, nu heb je, heb je een stappenplan en die ga je uitvoeren. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, het is makkelijker om een weekplan te maken als een maandplan. Dus... Nee, maar om je eraan te houden. Plan ligt er nu mm -hmm. en nu gaan we starten. Dag 1 lukt, dag 2 lukt, dag 3. En dan is het belangrijk om te ontdekken waarom je het moeilijk vindt. Komt hebt. dat stemmetje? Ja, dat stemmetje komt ergens vandaan. Dus je, waarschijnlijk zit je niet lekker in je vel. En als, soms heb je wel eens zo dat je niet lekker in je vel zit. Hè? En dan weet je niet helemaal hoe het komt. Dan moet je even teruggaan. Van, wat heb ik net gedacht? wilde ik net aan de telefoon? Waar ging het net over? Wat voor mailtje heb ik net geopend? Want ik voel me uh, niet zo lekker. En ja, wat vaak, was de trigger? Wat was de trigger? Ja, en, ja. en vaak is dat een onbewust iets. Dus we zitten niet lekker in ons vel. Maar als je dus bedenkt waar dat door komt, kan je het ook weer loslaten. Ik had het toevallig van de week dat ik dacht: hè, ik voel me niet lekker. Maar toen dacht ik dus aan iemand waar ik een ding mee heb. Hmm. En toen dacht ik: oh ja, dat moet ik dus oplossen. Want dat zijbelt. Daar moet ik iets mee. Weet je? Dat zijbelt dus onbewust soms in mijn gedachten mee met mij. En dat geeft me dus een naar gevoel. En wat wij mensen doen, is we willen heel snel van dat gevoel af. Dus, dus dan gaan we toch mee eten. Ja, wat is dopamine? Ja. En dat is een dopamine-shotje. Want een, een stukje mond. Lekker, effe, ja. een stukje mond dus dan ga je dus onbewust van al die ongelukkige gevoelens ga, wil je af en dit is dan iets kleins wat ik met iemand heb maar soms zitten er hele zware lagen onder trauma's Onverwekte trauma's waar we niet bij willen willen we niet aan denken maar dat zit er wel en dat komt vroeg of laat komt dat weer boven maar dat duwen we allemaal weg met eten met eten met alcohol met mannen met ja. drugs met alles wat met gokken ja. met games ja want dan krijg je allemaal dopamine van dus ja, dat boek gaat natuurlijk niet zo diep dat je echt je trauma's gaat verwerken, want ik heb wel een online programma erbij gemaakt wat gratis bij het boek zit. Het gaat wat dieper. Dat gaat echt naar de conceptie, ben je gewenst of niet. Mm. Is er gesproken over abortus, weet je wel, dat soort dingen. Ben je de eerste of de laatste in een gezin? Dat heeft allemaal invloed op hoe jij in de, in de wereld staat, zeg maar. Ja, klinkt eigenlijk um, als een hele. een, een, een spiritueel programma dus je gaat graven in je onderbewustzijn. Je gaat terug naar de kern. Van hè, waar kom ik vandaan? Uh, ben ik gewenst? Hoe was mijn conceptie? Hoe ben ik tot stand gekomen? Uh, welke onbewuste patronen heb ik in me? En dan ga je dus kijken hoe kan ik dit verbreken. Ja, en als, het, door, te, door ze te erkennen en ze te zien, krijg je het dus ook helder. En dan kan je ook zien wat is van mij en wat is van mijn ouders. Wat heb ik overgenomen? Ja, want niet alles in? is van jezelf. Nee, maar dat weet je helemaal niet, omdat je er nooit over nadenkt. Dus je kernwaarde bijvoorbeeld. Wij zijn vegetarisch opgevoed. Weet je, dat, dat is nu ook wel mijn kernwaarde geworden. Nee, dierenleed. Niet vegetarisch ben ik meer, maar. Je neemt heel vaak over. Dus ik ben jarenlang vegetarisch geweest. Tot ik dacht: ja, dat is mijn moeders keuze geweest. En niet die van mij. Want ik ben aan het sporten en ik wil wat eiwit eten. En als, er, als een dier een goed leven heeft gehad, wil ik het best wel opeten. Weet je ja. Dus je neemt gewoon heel makkelijk dingen over van je ouders. En dan denk je dat het van jou ook is. Alles wat zij er de eerste zeven jaar in hebben gepropt, dat neem jij gewoon klakkeloos over. En dan ja, op een gegeven moment dat ik zoiets van: jeetje, wat ben ik altijd hard aan het werk. Wanneer, wanneer is dat eigenlijk klaar? Hè? Wanneer, wanneer is het nou genoeg? Wanneer is het genoeg? Ja, nou ja, nu vind ik het dus genoeg. Daar wil ik echt naar Spanje. En wil ik één keer, één keer per maand een retreat organiseren. En ja. that's it. Maar um, dat kan ook een vorm van dopamine of afleiding zijn, hè? Wat? Heel hard werken. Ja, zeker. Uh, maar bij U mij zelf... was het ook een overtuiging dat het zo hoorde. Omdat mijn vader zei dat ik heel hard moest werken. Hmm. Als je wat wilde bereiken. Ja. Dus ik had dat gewoon van hem overgenomen. Hij zei vroeger altijd, als je hier niet komt betalen, moet je niet kleiner kleine wonen harder gaan werken. Dat was gewoon mijn levensmotto. Hij heeft me heel ver gebracht. Tot ik dacht, ja, maar wanneer houdt dat harde werken dan een keer op? Ja. Wanneer gaan we nou eens een keer het leven beleven? Genieten. Genieten. Ja. En dat moest ik helemaal uitpellen en omdenken van, hé, hey, dat is helemaal niet voor mij. Dat is van mijn vader geweest. Oh, dat ga ik nu loslaten. Dus zo, die, dat boek leidt je daar eigenlijk doorheen. Er zijn ook heel veel verhalen over, dus, zoals wat ik je nu uitleg over mezelf. En dat je dan denkt, oh ja, wat hebben mijn ouders mij eigenlijk verteld? En is dat nog wel wat ik vind? Ja. En wat zijn mijn kernwaarden? Want heb je wel eens met een pen en papier gezeten van wat mijn kernwaarden zijn? Dus dat ben ik ook gaan doen. Ik ben na al die mislukte relaties die ik had met mannen, ben ik mijn kernwaarden op liefdesgebied op mijn veertigste gaan opschrijven. En toen kwam ik er dus uh, uh, achter dat ik uh, communicatie een hele belangrijke vind. Nou, vertrouwen stond op nummer één. Nou, ik heb nog nooit een man gehad die het vertrouwen is. Oh, dus dat, dat, dat was helemaal. Nou ja, Tegenstrijdig met mijn kernwaarden, zeg maar. Yeah. Maar het was ook grappig, want ik wist dat die mannen niet te vertrouwen. Want wat, ze, wat, ze, wat mannen doen die dus niet te vertrouwen zijn, die gaan dan in het begin tegen jou zeggen: Ja, bij mijn ex ging ik wel vreemd, maar bij jou niet. Want weet je, dan voel, jij een beetje, voel je je yeah. bijzonder speciaal. Yeah. Dus daar ben ik ook helemaal over nagedacht. Na. Je kreeg het gewoon opgediend op een dienblad: yeah. ik ging naar de hoeren, met mijn ex ging ik vreemd. En je dacht niet van, oh. Ik loop even een blokje om. Nee, Faya ging dat wel even fixen. Want ja. ik dacht, er valt iets te redden hier. Weet ja. je wel. Dus dat heb ik helemaal afgepeld. En ik dacht, hoe de fuck dacht ik dat ze dat bij mij dan niet gingen doen? Weet ja. je wel? Want uiteindelijk doen ze het. Kijk, als die man zou zeggen: Ik doe het niet bij jou, want ik heb eraan gewerkt. Want ik weet waar het vandaan komt. Want ik deed het omdat ik gezien wilde worden en ik werd niet gezien. En of ik heb een hechtingsprobleem en daardoor heb ik de hele tijd dopamine nodig. Weet ik veel wat het, de oorzaak is dat ze vreemd ging. Maar daar heb ik aan gewerkt. Dan kan ik wel zeggen: Oké, okay, je hebt het onderzocht. Maar eigenlijk zeiden ze gewoon tegen mij: Ja, nee, maar mijn ex ging wel vreemd. Maar uh, ja, er was altijd wat met zo'n ex. Weet je, het ging nooit ja, over griep. Nee, nee, precies. Het was altijd de ander. De ander. Ja. Dus, Honderd alarmbellen hadden er af moeten gaan eigenlijk. Maar dat ging dan niet. Want dan dacht ik, oh, bij mij doet hij het niet. Ja. Ik ben bijzonder. Ik ben speciaal, hé, hey, rotte Godman. Ja. Dus op, maar nu heb ik het door, weet je wel. Ja, want het, je kan natuurlijk meteen iets met die informatie als, als, je, als je ook gewoon durft te luisteren naar wat er eigenlijk wordt gezegd. Ja, maar dat wil je niet, want je maakt er weer een eigen verhaal van. Ja, dat doen we continu. Oh my god, dus je maakt gewoon een projectie van wat jij wil dat die man is, ja. terwijl die dat helemaal niet is. En hij ja. laat eigenlijk zien hoe die is, ja. maar dan heb dacht, ik... Nee, je bent niet zo. Maar, ja, dus ik maak daar een heel ander verhaal van en vervolgens ga ik klagen dat hij niet is zoals ik hem heb gemaakt, zeg maar, ja. weet je wel. Ja, het is echt maar, hoe we onszelf ook voor de gek houden, continu. Ja. Het is echt wonderbaarlijk, vind ik. Ja, maar dat is dan ook gewoon omdat we nog steeds een lesje moeten leren. Ja, nou die heb ik wel uitgeleerd. Maar dus, dus over die kernwaarden. Dus toen dacht ik, oh ja, vertrouwen, nou ja, dat is wel heel apart dat dat bij mij op nummer één staat. En dat ik dan eigenlijk iedere keer een man heb die dat niet is. Ja. Nou, en dan uh, vond ik uh, communicatie. Maar dat heeft dan ook uh, om terug te gaan naar vertrouwen, um, nu leggen we het dan heel erg in de handen van de ander. Maar, maar misschien zegt vertrouwen. dat wel iets over het vertrouwen op jezelf. Ja, vertrouwen in je eigen stem. Dat op het moment dat inderdaad ja. iemand zegt: van ja, ik ben in het verleden heel vaak vreemd gaan, maar bij jou doe ik het niet. Vertrouw je dat? En als jouw gevoel zegt, of als er misschien een stemmetje in je hoofd is dat zegt: er, nou, uh, hij, hij zegt dit, maar misschien zegt hij dat voor mij en hij heeft er zelf niet aan gewerkt, kun je daar dan op vertrouwen? En dan ook nou ja, iets al voortijdig beëindigen? Ja, gewoon niet aan beginnen. Bij iemand die daar, daar al mee komt, vind ik. Tenzij ja. die het helemaal heeft uitgepeld bij zichzelf en daar echt naar is gaan kijken. Want je Dan... zegt het ook niet voor niets. Het komt niet voor niets op je bordje terecht. Nee, en het is gewoon. Ja, het is gewoon super apart. Maar um, het is ook het vertrouwen, ben ik wel te vertrouwen. Hè? Want um, ik zag hem natuurlijk ook niet. Of niet hem. het zijn echt meerdere geweest die dit hebben gedaan. Maar... Ik, ik zag zeg maar ook niet degene die het was, dat hij was, zeg maar. dus ik zag hem ook niet. Dus ik viel, werd verliefd op iemand die, de, ja, die, die er, er niet is. was. Dus ja. ik was ook niet te vertrouwen naar hem, snap je? Ja. Waardoor hij zichzelf niet gezien voelde, want het was nooit goed genoeg ja. natuurlijk. Want ik werd verliefd op iets wat hij niet was. Dus dan moet je op je tenen gaan lopen. Maar ja. Daar kan je niet aan voldoen, aan dat droomideaal plaatje, wat ik uh, met mijn prinsessensyndroom had gecreëerd. Zo. Ja. Dus dan denk je, shit, uh, ze ziet me niet. Nou, bewust zal hij dat niet hebben gedacht. Maar laat ik maar even kijken of iemand anders me ziet, zeg maar. Snap je de problemen? Ja, ja, ja. En zo werkt dat dan. Het is super interessant als je erover nadenkt. En ik, en ik, ik zie dus mijn eigen patroon hierin. Ik neem hem ook niks kwalijk en al die anderen niet. Omdat ik zelf nu zie wat ik doe. En het enige wat je kunt doen, is jezelf veranderen. En dat is ook waar mijn boek over gaat. Je kan, zolang er nog een vinger naar de ander wijst, heb je nog een hele lange ja. weg te gaan. Ja. En ik denk dat als je zelf gewoon je patronen doorziet en ja, jezelf leert kennen en heelt... Het is misschien ook wel een, een bittere pil om te slikken, maar als je hem eenmaal slikt, dan is het echt wel een bevrijding. Als je ja. beseft van, shit man, al, alle problemen die ik ervaar. Die, echt die zitten echt in mezelf. Ja, maar als je erkent dat de problemen in jezelf zitten, dan herken je dus ook dat de oplossing in jezelf zit. Ja. Dus dat voelt heel erg bevrijdend. Ja. Dan weet je in elk geval waar je moet gaan zoeken. Ja. Want daar vind je het niet. Nee. Nou, niet bij de ander, weet je wel. En dat is, ja, het is super mooi. Als je dat dus doorhebt, dan ben je ook weer gewoon in controle. Ja. En, en, en ja. Ik ben heel blij eigenlijk. En dus die laatste keer, die. die die hartpijn die ik nog moest voelen. Ik heb tijdens die hartpijn dat boek geschreven. Mm. Die, ja, die is uiteindelijk zo helend geweest voor mijn hele proces. Ik denk nu ook: ik had het nooit kunnen leren zonder deze les erbij. Ik, ik had hem echt nog een keer nodig. Ik ben hem nu echt super dankbaar. En dat heb ik echt met obstakels op mijn pad. Als ze dan zich voordienen, aandienen dan. Um... Denk ik, oh, wat heb ik voor lessen leren? Meteen. Oh, ik heb weer wat te leren. Het is ja. bijna leuk gewoon. Ja. Weet je wel, als er ergens iets is. Heel herkenbaar. Is, ja, oh, okay, hier, er zit hier een les in. Oh, ja. Waar ja. gaat dit over? Heel herkenbaar. Ja. En waar ik ook meteen aan denk, want je zegt: van, Ik heb weer mijn hart gebroken. Er kwam meteen een, 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 een hele mooie zin in me op uh, uit een poetry, Soefie-traditie, waarin ze zegt: van, You need to keep breaking your heart until it cracks open. Ja, ja vind ja, ik zo mooi. Ja. Dat je dus eigenlijk... En ik ja. geloof ook wel dat in relatie met een ander leer je. Je leert ja. lief hebben ja. Je leert je hart te openen. En ja, soms breekt het. Uh, soms is er wat schade. Maar je leert eigenlijk wel gewoon steeds meer hoe je je kan openen. En ook ja. hoe je jezelf kan beschermen. En ik voel heel veel liefdesenergie nu in mij. Ik voel zoveel liefdesenergie in mij. Ik kan niet uitleggen. Ik heb dit nog nooit gevoeld. Dus ik kan nu mijn liefdesenergie... In mezelf oproepen. Dat heb ik dus nu pas geleerd, de laatste drie maanden of zo. Ja. En ik voel me verliefd, maar er is niet iemand waar ik het op projecteer. Maar dat is toch geweldig, want dan komt het echt uit jezelf. Ja, maar dat, ik ben dus allemaal podcasten van Jan zo gaan luisteren in die Liefdesverlies. En toen, toen vertelde hij dat, en toen dacht ik, ja, dat is waar, want. Het, dat gevoel zit in jou. Dat ja. zit niet in de ander. Je hebt niet iets van. Het zit in jou. Dus het zit al in je. Je moet yes. het alleen weten op te roepen. Ja. Dus ik moest heel even wel janken en pijn voelen. Maar nu... En nu voel ik het. En dat is zo grappig. Want ik was met, met iemand in gesprek over de podcast, die ik had leren kennen. En dat ging over slaving en zo. En toen zei hij: ik kan niet uitleggen wat jij door die telefoon Ik had hem niet ontmoeten. Maar het is een soort van liefdesenergie uh, mm. wat uit jouw poriën gust, <laughs> zei hij toen. <laughs> En toen dacht ik, ik snap wat jij bedoelt. Want ik voel het gewoon zo. Ja. Helemaal. En ik, ik voel het nu ook. Ik kan het zeg maar een soort van oproepen nu. Ja. En ik denk, dit is echt gewoon magisch. Heb je helemaal geen fan voor nodig. Gewoon een satisfier. Dat kan ook. Ja, ja, dus ik, ja, ik vind het wel heel mooi. Dus ja, het is een super mooi proces gewoon. Ja. En ik um... weet niet of een satisfyen maar op de lange termijn zou satisfyen. Want ik hou wel echt van verbinding met anderen. Maar ja. nou, ik denk dat het heel goed is om inderdaad te leren Even. om echt alles uit jezelf ja. te halen. Omdat op het moment dat je echt zelfcontent bent en die, die, je voelt die liefde in jezelf, je, ja. je, hebt, je hebt jezelf lief, dan is al het andere wat komt is extra. Ja. Is bonus. Maar wanneer het komt, dan verwelkom je het. Wanneer het gaat, dan is het dan laat je het gaan, weet je, dan hou je ook ja. minder vast. Dus dan, ik weet niet, dan voor mij dan ik sta dan gewoon wat, wat lichter in het leven. Ja. Dat voelt heel fijn. Want ik denk ook dat dat eigenlijk het leven is, een balans tussen het aantrekken en het loslaten, ja. aantrekken en het loslaten, En dat je niet ja. vasthoudt wanneer nee, je wanneer je eigenlijk niet. gewoon wat loslaten. Ja. Nee, dat dat is het ook. En ik hield heel erg vast aan uh, een plaatje, en dat doen heel veel mensen. Ja. Um... Maar dat plaatje zegt gewoon iets over waar we heel erg naar verlangen. Ja. Ik vind dat ook iets heel moois. Maar het is zegt ook iets... een beetje door de media en, en wat we hebben geleerd hoe het moet zijn. Hè? Ik ben nu 42, gewoon op mezelf. Ik, ik denk eigenlijk, waarom moet dat dan zo in zo'n huis met z'n tweeën? Want eerlijk gezegd, ik heb drie maanden samen gewoon. Ik werd er echt helemaal gek van. Ik ben daar denk ik ook niet toe in staat. Uh, ik... Om echt samen onder één dak te wonen. Nee, en dan heb ik echt een groot huis. hè. Ja, echt. En ik, heb ik dacht, het en ik dacht echt gewoon, nee, nee, ja. Ja. Ik ben er denk ik niet voor gemaakt. Maar wie zegt? Misschien... er zijn heel veel vormen, ja, ik, vorm van ik, relaties. Ik, en... ik denk misschien wel als het dan. Eh, als het wel de man van je droom is, misschien wel. Hè. Dat weet je natuurlijk ook niet. Maar nu denk ik, ik ben zo blij met mezelf en wel de dieren om me heen. Ja, ik laat het gewoon even los. Ja, nou dat schokkel ik maar goed. <laughs> en wie weet? Ontmoet je iemand, denk je van ik wil jou 24-7 bij me hebben? Ja, nou, maar dat is wel een beetje het gevaar bij mij. Want dat, zo zit ik dus wel een beetje in elkaar. Dat heb ik dus ook wel ontdekt. Dat is dat alles of niets bij mij: ja. dat halen en trekken. Ik heb zelf een podcast gemaakt en heb ik laatst Martin Appelo geïnterviewd en hij is een psycholoog die schrijft over hechtingstoornis. Ja. En ik heb een boek van hem gelezen, Hecht niet. En ik heb wel echt die hechtingstoornis. Dat heet Gedesorganiseerde hechtingstijl. En dat is wel een hele ingewikkelde hechting. Maar hoe uit dat zich dan? Nou, dus... Dat is dat halen en trekken. Dus je wordt heel verliefd op een projectie die niet de realiteit is. En daarna krijg je het heel benauwd. Hmm. Dus het is ook wel heel ingewikkeld om met mij te zijn, zeg maar, als man. Dus het is, ja. Maar na, na een paar sessies met hem en het boek, uh, snap ik mezelf beter. Dus snap ik ook wat er met mij aan de hand is en weet ik dus ook nu hoe ik dat moet uitleggen naar de ander. Dus je kan je dan eerst heel erg vasthouden aan iemand en eigenlijk alles willen geven, heel veel tijd samen doorbrengen, en dat ja. eigenlijk je hele leven draait, alleen nog maar om die ja. persoon. Ja en dan komt er een moment dat je denkt van ja wel binnen zes maanden komt dat en ja. dan wil ik er ja dan ga ik opeens denk ik, ga ik komt die stem en dan denk ik nee het is niet al, het is veel te op mijn lip ook mijn eigen leven ben ik kwijt maar ik doe het zelf ja dus eigenlijk verlies je jezelf ja ik verlies mezelf helemaal en dat is wel grappig want ik ging dan ook bijvoorbeeld uh, namen tatoeëren oh ja en dat ik dacht dat ik dat dus deed achteraf toen ik dat ging analyseren van, omdat ik altijd bang ben dat ik ze wegduw. dan denk ik nou dan heb ik een naam dan doe ik dat niet wat natuurlijk mm. onzin is maar hij zei, uh, die Martin Appelo, die ook die zelf, die hechtingstoornis die heeft, hij zei: Ja, maar uh, dat doe je ook omdat die, op dat moment dat je zo verliefd bent, dan kan je bijna niet voorstellen dat je uit elkaar gaat. Toen dacht ja. ik: Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja. Want dan ben ik zo verliefd, dan denk ik: Dit, dit is hem echt. Ja. Maar verliefd op iets wat ik zelf heb gemaakt, dus niet op de realiteit, ja, hè? niet op dus die op, op, persoon. Ja. Gewoon op dat plaatje. <laughs> dan heb ik het al helemaal ingevuld en mijn trouwjurk heb ik al aan en al heel de mismaak. <laughs> en dan ga ik dus ook een naam tatueren en. Uh, en hij vertelde, ik moest zo lachen in de podcast, dat hij dus uh, gewoon dan getrouwd in Gemeenschap van Goederen. En dan oh, valt, ja. in, valt het. En dan dat was zijn, zijn tattooverschrijving. Zeg maar. ja, 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 maar ja. dat snap ik. Ik wou nu een huis kopen. Ik herkende zoveel van mezelf in hem. Want op dat moment, dan zit je op een soort van roze wolk of zo. Dan ja. kan je niet meer relativeren. Ja. Maar het is maar goed dat ik geen boek over de liefde schrijf. Uh, en daarin nee, gaan adviseren. Je weet het nooit hè? Misschien komt het ooit nog. Nou ja, ik ga een boek schrijven, dat heet hartpijn. Mm. Dat heb ik al een contract met de uitgever. Kijk. Maar, maar dat is echt mijn spirituele reis. Dus wat ik allemaal ontdek hierover, wat eronder zit en hoe ik met liefdesverdriet omga. En ja, dat gaat daar meer over, maar niet om andere mensen gaan adviseren hoe ze een relatie moeten hebben. Want daar ben ik zelf natuurlijk niet zo goed in. En ik ben wel zakelijk heel goed, dus dat kan ik gewoon wel adviseren. En ik, ik weet ook gewoon lichamelijke doelen te behalen en daarin wel te ontdekken. Nou, in de liefdesgebied ook wel, maar wat de blokkades zijn en de obstakels. Maar heb je soms ook wel eens gedacht van, hè, want ik merk dat ik ook heel erg aan het zoeken. Ik ben heel veel thema's op het gebied van relatie, herken ik. Uh, ook in jouw podcast, die heb ik ook gezien. Het is wel heel grappig, want ik had iemand een boek gegeven, Liefdesbang. Mm -hmm. En die kwam diezelfde uh, dag terug met: Nou, nah, jij geeft mij een boek. En ik open mijn Instagram en ik zie ineens een podcast van Faya Laurens over Liefdesbang. Met de schrijfster van dit boek. Misschien moet je Faya Laurens een keertje interviewen. Dus <laughs> ja. Het is heel grappig dat we nu over liefde ja. praten, dus ja. dat dat dan toch zo komt. Ja. Maar ik, ik ging dus naar je podcast kijken en ik hoorde zoveel dingen. Dat ik dacht van, oh god, ja, dit herken ik. Ja dit, ja, dit ben ik ook. Oh ja, dit doe ik ook. Ja, ja, dit doe ik ook. <laughs> oh, faya, ja, ja, we doen echt hetzelfde. Maar soms denk ik ook van, we kunnen het allemaal labeltjes en termen gaan geven. Maar... Hoe verander je het? Nou, niet alleen hoe verander ik het. Is, er zijn zoveel vormen van, van relaties en liefhebben. Misschien werken de huidige constructies gewoon niet. Misschien werkt huisje, boompje, beestje nou, dat onder dat dak wonen niet. Nee, nee, want ook in mijn bed. Ik vind het heel lekker om alleen te slapen en zo. Maar um, ik denk dat dat het is. Maar ik ben wel ervan achter door Martin. Dat die onveilige hechting die ik als kind heb gehad. Die heeft wel grote invloed op hoe ik uh, niet zo goed met relaties kan omgaan. En doordat ik mezelf en mijn, als we het net hebben over subpersoonlijkheden. Dus al die stemmen wat beter ken. Snap ik nu ook. Uh, die boze kant van mij, wat daaronder zit en wanneer die komt. En dan heb ik ook nog de ijskoning in. Dan moest ik helemaal uitschrijven van hem Welke types en die praat niet tegen je, hè? die zegt niks meer tegen je. Dus dat is heel moeilijk om mee naar huis te zijn als die twee dagen natuurlijk niet tegen je praat. Of... Ja. Ik heb als in een vliegtuig acht uur niet tegen iemand gesproken en dat soort dingen. Dus um, nu ik weet van hun en wat hun doel is, want ze hebben dus een functie: mij beschermen omdat ik niet gekwetst wil worden. Ja. En dat die boze, ja, die kan echt heel boos worden. Dat is echt mijn innerlijke kind, mijn innerlijke boze kind die vroeger moest vechten. Die komt niet meer zo heel vaak, want die wordt beschermd door die ijskoningin. Want die ijskoningin, die denkt dan wel als zij komt, die, die vernieuwt alles. Dus ja, dat, dan ja, ja. hou ik mijn bek maar dicht. Die is destructief. Want, ja, want ja. als die hier komt, dan uh, kunnen we. Uh, vroeger sloeg ik echt de, de borden uit de kast thuis, weet ja. je wel? om te schreeuwen. En uh, nu ik hun functie ken en ook snap wanneer ze komen en wat ze nodig hebben om. Te ontdooien, de koningin. Uh, kan ik, als ik ooit nu een nieuwe relatie krijg, dat bespreken? En dat heeft hij gezegd. Je moet niet je mooier voordoen als je bent. Je moet mm -hmm. niet doen. Ik, ik, dat doe, ik doe al niet meer zeggen dat ik kook en opruim. Ik zeg altijd ik kook niet ja. meer en daar ben ik allemaal gedaan, maar uitgekookt. Maar deze ik, kende ik nog niet. En nu denk ik, oh ja, dus, want iemand voelt zich namelijk persoonlijk aangevallen. Terwijl het vaak een trigger is. Je wordt ja. getriggerd met iets kleins, dat dus zit het hele berg onder. Die heb ik hier getatoeerd. En diegene denkt, die, die gaat ook in de trigger. Want die is waarschijnlijk ook onveilig hecht. Want veilig hechte mannen zijn niet meer vrij op deze markt op dit moment. Dus die gaat dan ook in zijn trigger. Ja, en dan zit de ene in een ijskoningin en de andere in een boede. En dan, en dan wordt het heel moeilijk. Maar als jij van tevoren zegt van: Nou, ik ben met z'n drieën. En dit ben ik en dit ben ik en dit ben ik. En dit doe ik als ik dit heb en dit doe ik, Maar je moet, hoeft het je niet persoonlijk aan te trekken. En de ijskoningin, ja, die, die wil gewoon een knuffel. Die kan nog smelten. Mm, yeah. Geef er maar gewoon een knuffel. Pak haar maar vast. Die, die, die innerlijke kind is gewoon een blokje om. Moet je gewoon even met je fiets weg. Ja, dus eigenlijk geef je gewoon, <laughs> eigenlijk geef je gewoon een handleiding mee. Ja, en als Dit je dat, en dan, en met wie ben jij, zeg je dan? ja En ik, ik val gewoon ook op, op mannen die niet veilig hecht zijn. Want die vind ik saai. Want ik, saai, dat ken ik niet vanuit mijn jeugd. Dus ik heb altijd met die hele haais en die, weet je, die, die, die cortisol levels en de stress. Dus als iemand nu zondag voetbal gaat kijken op de bank. En weet je, ik kan in mijn weekend niet eens stilzitten. Ik sta iedere dag om vijf uur op en dan heb ik om zeven uur de paarden al gaan getraind. En dan denk ik, oké, okay, dit weekend gaan we rustig aan doen. Maar ik word ja. gewoon helemaal ongemakkelijk op die bank, snap je? Dus als ik dan zo'n fan zou hebben die met de afstandsbediening dicht... Nee, dat weet ik niet. Dat weet <laughs> je, ik je moet niet. me gewoon... Ja, je moet me wel echt... Uh, ja. ja, anders. Ik Iemand denk, die je ook gewoon een beetje bij kan houden en die een beetje tegenwicht kan geven. Ja, absoluut. Ik was er anders zo overheen. Ja. Ja, en, ik, en daar heb ik wel aan gewerkt om dat niet te, te doen. Dus dat je, dat je daar bewust van wordt, weet je wel, dat je iemand laat zijn. Dus ik kan al wel beter mensen laten zijn. En als ik iemand wil veranderen, nu denk ik nee, dan is het hem gewoon niet. Nee. Je moet iemand nemen zoals hij is. Vai? En niet weer denken als hij dat of dat is. Of, nee. En heb je wel eens heel bewust geprobeerd om juist met hele andere types te gaan? Ik heb zoveel types gehad, dus geen touw vast te knopen. <laughs> Nee, ik ben echt wel even goed op mezelf. Ja. Ik denk dat dat gewoon oké okay is dat ik voorlopig even op mezelf ben. Ja, Want ik kan me voorstellen als je juist een hele drukke, een druk bestaan hebt. Ja, moet dat... je wel een rustig iemand hebben, maar wel dat hij je... Uh, niet een saai iemand. Een, rustige, ja. en een saai iemand zijn twee verschillende dingen. Ik bedoel, je kan in iemands ogen kijken die niet te veel zegt, maar die niet saai is. Ja, 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 ja. Okay. Snap je? Ja, dus zit ze minder in het doen. Ja. Ik, ik denk wel dat ik een rustig persoon naast me nodig heb. Ja, ja dan kan je dat kan je dan ja. toch een beetje uitbalanceren. Als ja. je twee fejas zou hebben. Nee, dat is niet. Oh, dat niet. is VIA. Dat is echt niet. Dat zou, uh, dat zou heftig zijn. Nou, in het kader van nieuwe voornemens: mijn, uh, mijn voornemen voor het nieuwe jaar is om minder te doen, gewoon om wat meer te zijn. Jij zei net al van hè, wanneer houdt dat harde werken op? Ja, dan zit je in een soort van een, een ratrace nee. en dan blijf je maar gaan, en blijf je maar gaan. Inderdaad, wanneer houdt het op? Altijd maar bezig zijn met dingen doen. Dus ik wil wat minder doen en wat meer Mooi. zijn dit jaar. Wat zijn die van jou? Nou, absoluut hetzelfde heb ik. Ja, daarin heb ik ook dingen geskipt, echt uh, prioriteiten gesteld in wat wil ik nog wel doen en wat ga ik niet meer doen, waar ga ik geen tijd meer aan besteden. Um, ja, want als je dus onderzoekt waarom je dus zo hard werkt, en dat heb ik natuurlijk gedaan, dan kan je het ook loslaten mm. en uh, genieten meer. Want het leven is om te beleven, denk ik. En niet geleefd te worden door het leven of door ja. je baan. Ja, door het leven gewoon. En dat betekent dus vaker nee zeggen. Ja. ja. Dat kan ook nog wel eens een uitdaging zijn. Nou, in principe kan ik dat de laatste tijd wel. Dit was wel extreem drie, extreem drie uh, drukke maanden, zeg maar. Maar dat was ook wel even nodig om straks uh, echt uh, ja. te kunnen laybacken en vakantie ja. te gaan en alles wat ik heb opgezet de afgelopen tijd. Maar nee zeggen gaat me steeds beter af. Ik heb daar ook een hoofdstuk over geschreven in mijn boek. En, en niet over nee zeggen, maar over emotionele besmetting. Dus ik heb ook echt wel de bezem door mijn sociale leven gehaald, zeg maar. Um, want je wordt waarmee je omgaat. Je wordt wat je denkt en je wordt waarmee je omgaat. Het gemiddelde van waar je mee omgaat, dat word jij gewoon. Ja. En de wetenschap heeft dat ook al zeg maar, vastgelegd, dat het zelfs je hersenen zich aanpassen. Serieus? Ja, dus ook zeg maar, als je bijvoorbeeld een beste vriendin hebt die gaat scheiden, dan is de kans groot dat jij binnen een jaar gaat scheiden. Echt? Ja. Oh, dus. Oh, Oké. Okay. Dus, dus dat het is super belangrijk. Soms hebben we wel eens dat we denken van, nou, we gaan nog wel met dat vriendengroepje om, want dat is zo gezellig, maar die rollen de hele avond. Wegwijzen. Ook niet voor de gezelligheid. Want het haalt gewoon je frequentie naar beneden. En zorg dat je gewoon omringt met mensen die slimmer dan je zijn, die het beter weten, waar, waar je geïnspireerd door raakt, waar je veel energie van krijgt. Natuurlijk mag een vriendin een keer verdrietig zijn en mag ze je energie kosten, maar de volgende keer, dan mag, ben jij aan de beurt of dan is het weer gelijkwaardig. Ja. En als iemand hier de hele tijd leeg zuigt, dan moet je daar gewoon buiten de buurt blijven, denk ik. Dus daar, de, kan, daarin, als je dat weet, kan je ook makkelijker nee zeggen. Echt gewoon kijken van wat levert mijn energie op en wat kost mijn energie en waar kies ik nog voor. Goeie. Ja. En dat dan zo ja. rustig aan gaan uitfaceren in je leven. Ja, en ik vind het gewoon chitchatjes, chatjes dat, dat, dat trek ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon echt. Uh, ja, communicatie stond dus ook wel um, bij mij hoog ho -ho op mijn. Uh, ik ben een beetje Ja, je had dus... eerst van trouwen, daarna communicatie. Ja. ja, ik ben dus een beetje moe, want het is nu eind van het jaar, maar dan zit ik echt naar woorden te zoeken. Maar, um, ja, want nou, hoe heet het nou? Je kernwaarde. Ja. ja, je kernwaarde. Ja, dus, maar ook intellect van de geest. Dus dat je met elkaar echt goede gesprek ja. dat Of de bank samen, lekker voor de ja. open haard. Dan... Goede gesprekken, ja, daar word ik echt heel, heel belangrijk gelukkig van. Ja, ja dat is, was echt super belangrijk. En ook um, passie. Ik vind het ook belangrijk dat iemand anders een passie heeft. Maar passion is ook belangrijk. Dus met elkaar. Vind ik vind wel intimiteit. En dan niet porno-intimiteit, maar echte intimiteit. Dat vind ik ook super belangrijk. Dat is, als je het mij vraagt, heel wat anders dan porno ja. of seks. Intimiteit is dat je echt. Naar elkaar kunt kijken, dat je elkaar echt vertrouwt, dat je elkaar ja. echt kan zien voor wat er is, wie je bent, ja. wat er speelt. Dat je echt na te te zijn. Ja. Niet alleen lichamelijk, want dan gaan we weer naar seks, maar echt gewoon in, in, in je geest, in je gedachten, in je gevoel. Ja. Dat, dat is voor mij, als je mij vraagt, de intimiteit. Ja. ja, voor mij ook. Ja, maar toen ik dus al die kernwaarden ging opschrijven. Uh, sportief vond ik ook wel belangrijk. Iemand die met dit ging dan over relaties, toen dacht ik, hè? maar ik kan ze eigenlijk maar geen, geen één relatie afvinken, snap je? Dus ik ging eigenlijk gewoon op een momentopname. Je gaat op daten, ja, we proberen het een keer. Ja, Zo ja, eigenlijk. Gewoon ja, ja, ja. niet. Terwijl als je dus dit soort gesprekken met elkaar gaat hebben en ook gaat vragen naar de jeugd, opvoeding. Al dat soort dingen. Ik hoef geen kinderen meer met iemand te maken. Maar toch zijn er toch wel belangrijke dingen... die je nog wel ja, samen een beetje gelijk moet hebben, denk ik. Zeker. En dan kom je er eigenlijk al op zo'n date achter. Nee, dat gaat hem gewoon niet worden. Want ik kan die kernwaarde niet afvinken, bij wijze van spreken. Ja. En ik ben heel spiritueel. Hij hoeft niet heel spiritueel te zijn, maar... Nee? Nee, niet heel. Want dan ga ik, denk ik, te diep ook daarin. En het is ook wel goed dat iemand even wat anders is. Weet je wel? Dat hij niet... Uh... Ja, je hoeft ook niet overal met jou eens te zijn of hetzelfde over te denken. Want dan ga je ook in je bubbel, hè. Dat is hetzelfde beetje als dat je op natuurlijk je advertenties en je algoritme... Als je ergens in gelooft, zie je alleen nog maar dat. Klopt. En dan ben je alleen maar aan het bevestigen dat dat is. Het is ook wel fijn als iemand zegt, ja, maar weet je zeker dat dat zo is? Want dat en dat en dat. En dat je daar dan over na gaat denken. Weet je, want ja, anders... Ja... We weten het toch niet. Er is nog nooit iemand van boven teruggekomen. Om te zeggen nou je, wordt, je bent gereïncarneerd. En de, je wordt nog dit en nog dat. En ik geloof het allemaal wel. Maar ja dat heb ik ook uit een boek. En wie heeft dat boek dan geschreven. Snap je. Dus ja, ja, ja. op een gegeven moment. Het is ook wel denk ik fijn. Als iemand je een beetje nuchter houdt. Dus iemand die wat meer in, in deze wereld zit. Ja. Maar als, als ik. Want we zijn hier nogmaals. Om hier het leven te beleven. Ja. En we zijn zo vaak bezig met. Wat er nog meer is. Ja, maar ik denk is. dat die combinatie ook wel heel goed is. Um, dat je bijvoorbeeld als vrouw heel spiritueel bent en uh, ook echt in die spiritualiteit mag zakken en spiritueel mag zijn. Dus dat je ook niet wordt gezien als die gek, weet je wel, of een uh, zeef nee. heeft. En dat je een man hebt die gewoon wat meer in de wereld is en ja. gewoon wat minder spiritueel, uh, maar er wel voor open staat. En daarin dus ook vertrouwd op je intuïtie en op jouw spiritualiteit. En ik denk dat je me da elkaar daarin dan heel erg kan aanvullen. Ja, ja ik denk het wel. Ja. Zo, zo maar iemand die echt uh, helemaal uh, niet spiritueel is, dat zou, zou niet bij mij passen. Nee, absoluut niet. Nee, maar absoluut. ik heb ook wel eens iemand gehad die echt heel spiritueel was, veel spiritueler dan ik was. En uh, die heeft me wel heel veel geleerd. Maar ik merkte wel dat ik me niet goed aan hem kon binden, omdat hij dan niet veilig voor mij voelde. Ja. Omdat ik zoiets had van, ja, maar jij gaat mij niet kunnen beschermen in yeah. deze wereld. Ja, precies. Dat snap en in ik deze wel. wereld moeten we het wel doen. En jij weet heel veel van daar. En ja. ik zie dat ook en ik voel dat ook en dat brengt me ook heel veel. Maar ja. als het dan aankwam op gezin en kinderen en toen dacht ik, oeh nee, dat voelt zo onveilig. Ja, nee, dat snap ik wel, ja. Dus, ja... ja. Soms denk ik van, vrouw, wat wil je nou? Maar hoe, zie, hoe ziet jouw hechting eruit dan? Nou, ik herken wel wat je zegt, dat ik me heel erg kan geven aan iemand. En dat, dat ik dan heel erg veel bezig ben met de ander. En dat ik dan op een moment kom, dat ik denk van: nee, dat gaat niet werken. Nee. En dan is er ook echt een terugtrekkende beweging. En dat is dan vaak op basis van dingen die ik eigenlijk al wel van tevoren wist. Ja, maar die hebben allemaal. Die weten. Ja, dat is, dat is heel grappig. Die weet je allemaal al. En dan dus allemaal... ga je een soort van lachend overheen of zo. Van, oh, nou ja, zo ja erg is ja. het allemaal niet. Alsof je dan toch, nou, en dan kom je dus op projectie of dat je een plaatje van iemand gaat maken, omdat je hoopt dat diegene zo is of misschien zo kan worden. Ja. Um, maar eigenlijk super oneerlijk, want je geeft iemand ook niet de kans echt om hem te leren kennen zoals hij daadwerkelijk is. Ja klopt. Je ziet iemand eigenlijk gewoon niet voor nee, wie diegene het... daadwerkelijk is. Nee. Gewoon, ja, een, een roze bril op. Ja. Ja. Dus dat is maar heel herkenbaar. herkenbaar. Je, kom jij met, uit wat voor gezin kom jij? Waren jouw ouders samen? Mijn ouders zijn um, heel lang samen geweest tot mijn 22ste. Oh, en um, het was niet per se een heel gelukkig huwelijk. Uh, dus soms kan wel een beetje op je tenen lopen, omdat je gewoon de spanningen voelt. Oh ja. Uh, en toen heb ik op mijn 22ste heb ik die scheiding uh, in gang gezet voor mijn ouders. En toen was het bijna mijn scheiding, omdat ik echt me bezig hield met alle processen en de gesprekken deed. Dus dat heeft ook wel een spoor achtergelaten. Ja. Dat ik soms denk, van, ja, wil ik dan nog wat trouwen? Als ik met iemand ben, kunnen we dan niet gewoon lekker in verbinding zijn met elkaar. En misschien spiritueel verbinden, hè? dus wel een ritueel doen of zo. Maar niet op papier trouwen, omdat. Het moment dat ik weg wil en ik kan, me al, ik kan dit al best wel snel voelen van, oh shit. Ik voel me verstikt en dan wil ik ook gewoon weg kunnen. Ja, maar dat doe ik dus ook steeds en daarom denk ik dat ik wil trouwen, omdat je dan dus, dan heb je nog een backup, dat je, je bent gewoon nog getrouwd. Punt. Want het liefst ren ik weg, iedere keer. Maar ja, wanneer hou je daar dan mee op, hè? met dat weg? Maar als je kijkt naar alle andere keren waar, dat je weg bent gegaan, was dat de juiste beslissing? Ja, ik heb okay, er met, maar... één, met één heb ik er spijt gehad. Met één. Van de vijftien. Van de. Precies. <laughs> Stel je voor dat je dan steeds een hele scheiding. Oh, ja, ja. Proceskosten, de energie die je erin ja. moet steken. Het is echt emotioneel. Emotioneel is echt ook echt het, het je leeg. Ja. Rechtszaken. Althans, dat deed het bij mij op die leeftijd. Ja. Dus ik denk van ja, dan wil ik ook gewoon elkaar kunnen aankijken. Ja. Van oké, okay, we laten elkaar gewoon los en dan laten we elkaar los. Maar ik snap wel wat je zegt. Dat het wel een soort van stok achter de deur is. Ja, want ik in een... In, als die kind, dat boze kind, zegt... Kanker op, of ik hoef je niet meer. Ja, die is niet tot reden vatbaar. Maar uh, uh, als ik je dus niet heb voorbereid op dat kind... Dat die kan komen, zeg maar. Dan denk je, nou oké, okay, ik ben niet meer welkom. Ik ga weg en dan kom je ook nooit meer terug. Want ja. je bent de huid volgescholden. Snap je? Dus ik ben eigenlijk een soort van bang dat zij komt. Ja. Altijd. En zij kan getriggerd worden. Er zit zoveel nog van wat zij heeft meegemaakt. En ook wantrouwen en dat, dat wordt natuurlijk iedere keer weer een beetje gelaagd met die mannen die weer van ja niet te vertrouwen zijn en toch vertrouw ik ze elke keer opnieuw wel weer dus ik vind ben ook wel trots op mezelf dat ik iedere keer weer een kans geef ja heel goed maar um, ja dan heb je toch een soort van backup van je bent nog getrouwd also. ja, ja en dat trouwen ook... het hele het hele ritueel van trouwen en, en uh... Je ja-woord uitspreken, dat, dat oh, is ja, niet alleen mooi en romantisch, aan de zakken van af toe. Het is zeker, het is allemaal mooi en prachtig, maar ik, ik denk, denk dat dat energetisch ook heel veel doet op het moment ja. dat je in een ruimte staat met familie en vrienden en kennissen. Um, je zegt niet alleen ja tegen jouw partner, maar je zegt ja... en er zijn zoveel getuigen bij. Ja, ja ik ga voor je zorgen in slechte en in goede tijden. Ja, ik ga voor jou. Ja, dus... Ja. En dat komt aan bij al die mensen en het wordt vermenigvuldigd. En het moment dat je het dan moeilijk hebt... is het niet alleen jij en je partner, het is jij en de hele community. Op het moment dat je het moeilijk hebt, dan heb je ook steun van mensen... die misschien zeggen, ja, ver, maar wil je het niet nog eens proberen? Dus het is... Ik snap dat het ja, wel een stok achter de deur is en ook... Ja. Misschien wel um, een extra reden om te blijven wanneer het niet zo lekker gaat. Ja, nou ja, dat is het dus. Dat ik niet eens een keer zo die deur dichtgooi. Maar dat maakt me dus ook weer bang. Want als je dat nou met zo goed, de juiste partner hebt, oké, okay, let's do it. Maar als je dat niet met de juiste partner hebt, dan wil ik gewoon snel weg kunnen. Ja, maar ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het een beetje een illusie is dat er een perfect huwelijk bestaat, of een perfecte relatie. Dat heb ik ook. Dat, dat is dan weer dat prinsessensyndroom. Maar. Als ik omheen kijk naar de mensen die best wel lange relaties hebben, nou ja, vriendinnen die pyjama's aantrekken omdat ze geen zin hebben om seks te hebben, of tot en met uh, weet ik veel. Uh, gewoon dat, dat, ik, dat ik denk: hè, is, mm. is dit het dan? <laughs> <Ja>. <laughs> wat, wat ik wil? Maar, hè? Weet je, ben ik hier dan zo jaloers? Want ja. ik ben altijd als iemand zegt: ja, ik ben 13 jaar samen of 20, dan denk ik altijd: oh, hoe doe oh, je ja. dat? En hoe ja. ziet dat dan eruit in elkaar? En, ja. Maar ja, dan, dan luister ik naar die verhalen en denk ik, oh, mm. Mm, nou, laat zitten. Ja, <laughs> nou, ook super herkenbaar. Ja, Want er zijn, ook niet een, er zijn ook niet veel mensen in mijn omgeving die gelukkig getrouwd zijn. Nou ja, die gelukkig lang, samen nee, zijn. Nee, ik nee. zie dat niet zo veel. En als je het dan hebt over je, je bent je omgeving en je raakt ermee besmet. Ja, als ik dan die mensen zie die niet gelukkig getrouwd zijn, dan merk ik gewoon van, mm, dat Verloppen, is echt, ja. echt niet wat ik wil zijn. Nee, ik heb zelfs een vriendin die al best wel lang is met haar vriend, 20 jaar of zo. En die is, is al jaloers op mij. Ja, <laughs> Vrij zeg zegt uh, Ja, iets. ja, zegt, jij hebt nog tenminste af en toe wat anders. Ja. Een... <laughs> af en toe wat anders. Je kan gaan en staan waar je wil. Ja, je kan doen, doen wat je wil. Ja, weet je wel. Ja, ja. Ze zijn helemaal een soort symbiose, die twee. Maar toch, ze denkt, elke keer zegt ze het de laatste tijd eens. Ja. Dan ik denk, nou. Ja. Maar is dat ook niet zeg maar, gewoon het kwaaltje van de mens, dat je altijd wil wat je niet hebt? Ja. Heb je krullend haar, dan wil je ja. stijl haar. Ja, ja, ja. Ben je blank, dan zit het wel wat donkerder. Ja, ja, het Weet gras je? is ook groener aan de andere kant. Dat ja. denk ik elke keer. Ja, ja. ja en soms fantaseer <laughs> ik er ook gewoon over: kan het dan niet gewoon allemaal? Kan je niet gewoon en in partnership zijn en gewoon heel vrij nou, zijn? Nou, ik ben wel heel erg jaloers dan. Ja? Ja, nou ik zou niet mijn man willen delen, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet heel jaloers, ik ga niet bij de waar ben je, wat doe je, dat doe ik echt niet. Maar ik ga niet, ik zou niet willen delen, mijn man. Dat, dat heb ik een vriendin die zegt, wat maakt dat uit, nee, dat zou mij wel uitmaken. En heb je daar, heb, want heb jij, want je had het net over vertrouwen en dat mannen dan zeiden van nou ik ben vreemd gaan in het verleden, maar bij jou doe ik het niet. Heb je wel eens meegemaakt dat mannen vreemd zijn gaan bij jou? Ja. Heb je toen wel eens gedacht van oh. Um, ik heb dat nooit meegemaakt, mm -hmm. uh, maar het, ik zou het althans niet dat ik weet. Ik ja. weet het niet zeker, maar ik heb er wel eens over nagedacht van ja, <clears throat> ik zie zoveel mensen in mijn omgeving vreemd gaan, zowel mannen als vrouwen. Uh, hoe kan je zoiets tackelen? Nee, dat kan je dus niet. Maakt niet uit wie je bent. Tenzij je er eerlijk over mag zijn. Uh, nee, dat nee je maar dan is de af van die mannen. Dat heb ik ook ontdekt, dat allemaal. Dat soort gesprekken heb ik met al mijn mannelijke vrienden. Ik heb heel veel mannelijke vrienden. De spanning zit hem in dat het dus niet mag. Kijk, op het moment dat jij gaat zeggen: als jij behoefte hebt aan een ander. Want zo, ik ben wat dat betreft heel open. Je kan daar echt met mij mee terecht. Ik zou je niet veroordelen, we hebben het er gewoon over. Dat is ook wat ik verwacht eigenlijk. Maar op dat moment, dan is die hele die spanning die je weghaalt. Weg, die, me, die mannen zijn ook op zoek naar dopamine. Ja. Iets wat ze bij jou niet krijgen. En als ze bij jou moeten vertellen: ja, ik heb behoefte aan een ander. Ja, dan is dat helemaal weg. Maar dan is een reden voor contact met een andere vrouw. Komt vanuit een pijnpunt. Ja, dat komt is het Komt vanuit ook. van, hè, ik wil hier gezien ja. worden. Of ja, honderd procent. Daar geloof ik dus... heel erg in. Ja, of bijvoorbeeld heel veel mannen hebben last van erectieproblemen. Dat komt door te veel porno kijken. Daar heb ja. ik het ook in een van mijn podcast afleveringen met seksoloog over gehad. Dus die gaan, uh, omdat ze dus heel veel porno kijken. En dat heeft, weer te, dat heeft schijnbaar, zegt zij, hetzelfde effect als zelfs cocaïne in de, ja, in de hersenen. Ja, klopt. Nou, dus je hebt iedere keer meer prikkels nodig. Dus als jij elke keer porno kijkt, dan moet je het zien, zo legt zij het dan uit, Evelien in de podcast bij mij, als een snoepwinkel waar alles te verkrijgen is. En thuis heb je alleen drop. Ja. Uh, maar ik heb dat dus ook een keer meegemaakt bij, met een man. En dan, ja, dan worden ze daar onzeker van, dat dat dus dan niet lukt. En dan gaan ze denken, nou, lukt het nog wel? Ik moet, ja, en bij zo'n hoer wat stiekem is, of, of een, weet ik veel, een SM-mistress, ja, dan gaat dat wel omhoog, snap je? Ja. Dus dat hebben ze dan daarnaast nodig. En dat zegt dan niet zoveel over mij, maar meer over hun verleden en dat porno kijken en te veel aan hun, uh, hup, Ja. Dus dat, dat zijn ook nog allemaal, er zijn honderdduizend redenen waarom ze het zouden doen. En vrouwen gaan ook gewoon vreemd, hè? Absoluut. ja. Dat zie ik ook heel veel. Vrouwen gaan ook gewoon vreemd. Dat zie ik ook heel veel. Maar ik denk dat, dat, dat mensen in hun relatie gewoon echt niet eerlijk zijn, en soms misschien ook niet helemaal weten wat nou echt de behoeftes zijn. Nee, omdat Waar ze hebben zichzelf een dus niet aan kennen. Heeft. En daar gaat dus mijn boek over. Want mijn boek gaat niet over... zo krijg je een killer mindset... en je moet dit en dit en dit doen. Mijn boek gaat over... waarom doe jij wat je doet. En ja. het stelt jou vragen... dat je daar dus bewust van wordt. Want ik geloof dus niet... dat je succesvol kan worden. In wat ook. In je relatie. In je zaak. In je, in je perfecte lichaam. Als je niet ontdekt... waarom je dus doet wat je doet... Zou je het ook altijd blijven doen? Ja, je gaat het altijd blijven doen. Dus die waarom vraag, die is zo belangrijk. Why? Je eigen agenda. Waarom zeg je dit? Waarom wil je dit van die ander? Wat zegt dat over jou? Waar ja. gaat het in de diepste over? In de, in de kern. Ja, dat is helemaal mijn boek. Dus, en het is ik dus eerlijk durven daar... zelf naar je kijken. Ja, ja. Eerlijk naar jezelf. Ja, dan naar je en kijken. dan denk je, Oh, daarom doe ik dat. Oh, daarom wil ik hard werken. Oh, daarom wil ik er goed uitzien. Oh, daarom wil ik dat. Ja. Ja. En dat kan ik niet invullen voor een ander waarom dat is. Nee, en dat is ook gewoon een stukje graven... want soms denken we dat we iets willen of denken dat we iets zijn. Um... Maar het zit er nog iets onder. en het is, Je moet echt introspectie plegen. Blijf onderzoeken bij jezelf waarom je dingen doet. Ja. En dat je blijft afvragen. En ik ben daar nu heel erg in getraind... omdat ik een opleiding heb gedaan uh, tot coach. En die opleiding was coach met paarden aan de Kulzeweg. Supergoed, je opleiding. zou ik eigenlijk bijna iedereen aanraden die niet eens paardencoach wil worden omdat dit hele jaar daarover ging. Dus je werd zo erg getraind om te reflecteren op je gedrag. Maar ook wat continu je eigen agenda is. Kijk mij, kijk mij. Ook als coach. Want jij wil de goede coach zijn. Ja. Jij wil dat zij gaat huilen. Want dan ben jij een goede coach. Want dan ja. heb jij de doorbraak. Ja. Jij hebt dus. Dat gaat over mij. En niet over de ander, de ander willen helpen. Ja. Snap je? Ja. En daar zijn we zo erg in getraind. En ik ben zo dankbaar voor die opleiding. Want. Die opleiding kwam echt als groep. Want ik had ook toen die liefdesverdriet. was ik nog in het laatste half jaar van die opleiding. Dus toen kon ik zo goed reflecteren op mijn gedrag. En toen kon ik dus ook helemaal ontdekken dat ik het helemaal zelf had gedaan. Weet je wel? Ja, dus dat was gewoon super mooi en waardevol. Ik zie het altijd een beetje als een ui. Pel. Nagen afpellen lage afpellen. Ja. Hoe meer je afpelt, hoe meer je gaat janken. Omdat je denkt: what the fuck, ja. <laughs> shit prikt. <Ja. laughs> het ja. steekt, het doet pijn. Maar uiteindelijk um, kom je wel gewoon dichter bij jezelf. Ja. En je dat voelt heel erg fijn. Ja. Je ja. begint in jouw, in, jouw, in jouw boek bij de kern. Ja. Dus waar kom je vandaan? Ja, de blauwdruk, daar begint het boek mee. En dan heb je twaalf hoofdstukken. Je eindigt echt met een strak omlijnd plan maken ja dus van ja. welke doelen heb ik en dat ja, kan en op lof, alle vlakken ja. zijn ja en de twee minuten regel en dat soort tips zeg maar dat als je iets uh, is de je twee je... minuten regel nou ja, de twee minuten regel is dat als jij iets moet doen, wat twee minuten kost, dat je het nu moet doen. En niet moet gaan opschrijven op briefjes, want vaak schrijven we het dus niet eens op briefjes. Vaak willen we dat onthouden? En dat zorgt voor heel veel ballast Dus dan krijg je een heel vol hoofd met allemaal kleine taakjes die je nog moet doen. Of dat ga je opschrijven en afvinken, maar je kan het gewoon beter meteen doen. Ja, dus, ik oh ja, die... ik, ik moet nog reserveren in het restaurant. Nu doen. Nu doen. Ja, want anders blijft dat zo de ja. hele tijd aan de achterkant bij je mee de dag door. En dat zorgt voor stress en dat zorgt dus ook weer voor eten. Ja. Dus al die ballast eruit gooi je meteen doen. En ik zelf bijvoorbeeld, want ik heb dan echt mezelf aangeleerd niet meer mijn mail open te maken als ik geen tijd heb om ook met mijn mail aan de gang te gaan. Dus dan wachten mensen maar wat langer. Maar als ik zit, dan maak ik het ook af. Dus als ja. ik, maak ook iets af waar je aan begonnen bent. Dat is een hele belangrijke. Goeie. Afmaken waar je aan begonnen bent. Afmaken waar je aan begonnen ook bent. Ook al en... denk je op de helft, het is toch niet zo'n goed idee. Snap je? Oh, ja, want dat is dan misschien gewoon dat, 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 dat stemmetje, ja, je stemmetje echt die saboteert. Maken. En pas ja. als je het af hebt gemaakt, kan je bepalen of het echt een goed idee was of niet. Ja. Je, hebt iets, je bent iets begonnen, je maakt het helemaal af. Ja. En dan ga je daarna reflecteren erop. Maar niet op de helft, nee, ik vind toch niet zo. Ik stop dat toch maar mee. Nee, wel doorgaan. Ja. Dus als je begint aan iets, maak het altijd af. Ja, ja dan maak je je daadkracht sterker en groter. We beginnen zo uh, langzaamaan richting het einde te komen. Hmm. Je hebt al wel gedeeld wat um, jouw ja, plannen zijn, je wil graag naar Spanje. Je hebt al gedeeld dat je meer wil zijn en minder wil doen. Hmm. Wat zijn nog meer jouw voornemens voor dit jaar? Um, nou, vooral heel veel oma zijn. Ik ben oma geworden, dat vind ik echt het leukste wat er is. En uh, ik ga nog het theater in nog dit jaar, acht shows doe ik, Killer Mindset shows interactieve shows, killer mindset shows, dus dan ja. ga je theater in eind van het jaar, ja, uh, september en oktober staan ze gepland, nice. ja, en um, ja, deze shows die ja, daar ga ik je nog door elkaar schudden in de show. Ik wil ik zeggen, wat kunnen we ervan verwachten? Nou, ja, het is een killer mindset show natuurlijk. Dus het gaat ook wel weer over een stukje van waarom doe je wat je doet. Dus daar beginnen we wel mee. Dat is wel een beetje de opbouw en dan de transformatie. Dus we gaan echt interactief ga ik je meenemen. Ja, dat als je naar buiten loopt, ik ga er natuurlijk niet te veel over vertellen, maar als je naar buiten loopt, dat je wel echt denkt, wauw, ja. Die man zet ik nu aan de kant. Nee, nee, nee. Maar of ik begin morgen met mijn nieuwe baan. Ik wil echt dat je echt met een wow gevoel eruit gaat. Ja. Um, ja, nee, ja. Het is gewoon een interactief show. Ik ga er nog niet te veel over vertellen. En maar, moeten mensen daar het boek voor hebben gelezen of hoeft het nee, niet dat of niet? Nee, Dat hoeft niet. Nee, 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 nee. nee. Nice. nee. Oké, okay, dat, dat zijn leuke vooruitzichten. Ja. Dat vind ik ook wel heel spannend hoor. Dat is ook best wel uit mijn comfortzone. Ja, want je hebt nooit echt theater gedaan. toch? Nee, het is ook geen theatershow. Hè. Het is een lezing plus, maar wel met dingen waarin het publiek dingen moet gaan doen. Hmm. Dus je wordt wel ook uit je comfortzone gehaald in het publiek. En dat doe je alleen. Sta je alleen aan het uh, Ik heb één gast erbij die okay. ook iets doet. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Oeh, dat hou je nog spannend. <laughs> ja, dus ik heb één gast erbij, met een onderdeel. En de rest doe ik. Dus het is echt een motivatietalk, zeg maar. Super. Ja. Super. Ik ben heel benieuwd naar je boek. Um, maar voor we gaan afsluiten, wil ik nog wel van jou weten, wat zijn de dingen waar jij zelf meeste moeite mee hebt gehad in het realiseren van jouw doelen of eh, uh, het gezond houden of sterk houden van je mindset? Um, moeite. Moeite. Ik zeg altijd, wat is minder makkelijk? geweest, in plaats van wat is moeilijk. Maar wat ik minder makkelijk vind, uh, is van oh, de wijn af. Nu snap ik wat je zegt. Ja, ja, oké. Okay. Ja, 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 van ja. wijn af blijven. Dat vind ik echt minder makkelijk. Nou, dat, dat, dat is, is natuurlijk tegen mijn kernwaarde dat ik zo'n gezond mogelijk leven wil leiden. Hm. Maar ik probeer daar aan de andere kant ook weer niet te schuldig over te zijn, hm. voelen. Want dan zit ja. je weer in zo'n visuele cirkel van dat je jezelf weer afwijst en dan juist weer nog meer gaat drinken, zeg maar. Ja. Um, voor de rest heb ik het nooit zo uh, moeilijk met iets. Als je ziet dat obstakels eigenlijk lessen zijn. En als je kan transformeren meteen. Dus als je denkt van oké, okay, dit werkt niet zo. Ik krijg een deur voor mijn neus. Dan betekent het dat je de verkeerde kant op ging. Hmm. Dus dan gaan we die kant op. Door die deur. En als je dat sneller kan zien. En sneller kan schakelen. Dat leg ik ook wel echt uit in mijn boek. Van niet te lang bij die dichte deur blijven hangen. Kijk naar de alle andere mogelijkheden. En praat ook niet te veel over je obstakels. Want dan maak je het allemaal weer groter. Mm. Dus denk of leer ervan wat je moet leren. Deel het ik met wel. één iemand, zeg ik. Als je echt even je hart moet luchten over iets. Eén iemand. Niet al je vriendinnen gaan bellen. Mm. Wat wij, mij nou is gebeurd. En, <laughs> ja, dan wordt het een heel groot ding. En dan krijg je nog meer ellende. Dus deel het desnoods met één iemand. En dan verder. Maar ja ik, ja, ik ben gewoon positief ingesteld. Mooi. Dus ik heb niet echt... Uh... Niet heel veel dingen. Nee, goed ook dat je dat op die nee. manier zegt. Hè? Van, <clears throat> er zijn niet echt dingen die ik moeilijk vind. Er zijn gewoon dingen die ik minder makkelijk vind. Het ja. woord, het zit hem in die woordkeuze. Zeker, zeker. Ja. Goed gezegd. Die ga ik onthouden. <laughs> die ga ik heel goed onthouden. Ja. Ik vraag nog altijd van je, aan mijn gasten uh, of jij laatste woorden hebt voor... Degene aan de andere kant van het scherm, iets wat je nog wil meegeven, iets wat je wilt delen. Iets... Oké, okay, ik mag dat in die camera. Wherever you want. Nou, ik hoop voor jou dat jij 2024 jouw jaar gaat maken. En dat je lief voor jezelf bent, minder streng voor jezelf bent. En dat je beseft dat je nu op deze plek waar je nu bent, met misschien nog niet jouw droomlichaam, of nog niet jouw droombaan, of nog niet jouw droomman, of nog niet je kinderen, altijd al goed genoeg bent. En dat je vanuit die plek mag gaan visualiseren en niet vanuit... weerstand over... wat je nu bent, wie je nu bent... maar jezelf helemaal ten volste kan accepteren... zoals je bent. Want je bent goed genoeg. Super ja. mooi. Dankjewel. Deze naar woorden de neem ik ook mee voor mezelf. Ja, je bent gewoon goed genoeg. Je bent goed waar je bent en je bent ja. goed zoals je nu bent. Ja. ja. Vanaf die plek mag je visualiseren. Faya, dankjewel. Voor de mensen die jouw boek willen bestellen... waar kunnen we terecht? Uh, mkbmshop.com en eigenlijk voor mijn retreats en al die dingen als je denkt ik wil bij vijf op een paardenretreat komen is het im presentnl super ik ja. zal nog even een linkje in de beschrijving Tom. toevoegen uh, dan kan je er gewoon lekker makkelijk op klikken ja, als jij het leuk vindt mag je er ook uh, een keer bij zijn in Spanje nee, of, of in Nederland hier? ik doe in Nederland ook één keer in de maand Lijkt me heel met leuk. De paarden. Lijkt me heel leuk ja. misschien dat we dan over die ervaringen een keer kunnen gaan praten ja, in een podcast. Ja, leuk. Leuk. Ja. Dankjewel, Faja. Jij heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren. Laat ook even weten wat je ervan vindt. En tot de volgende keer.